Hallo. Hallo, hallo. Hoi. Je hebt hem voor de deur staan? Nee, ik heb hem... Nee, nog waar. Ja, ik heb een plekje vrijgehouden. Willen jullie eerst koffie? Ik denk dat ik koffie. Hallo. Daar. Ze staan er allemaal, hoor. Hey, goed. Wat fantastisch dat het gelukt is. Ja, maar nu nog weer gelukt. Weer lukken. Ja. Ik hoop het. Kom verder. Hier heb je. Oh ja. Heb je er zin in? Nee, ik heb ook nooit zin. Nee? Toch dat je denkt, lukt het ofzo? Of... Maar ik doe het wel altijd. Nou, er komt vanzelf zwart doorheen nu. Dit is zwart. Oh ja. Maar, kijk, dat doe je handschoen. Oh jezus, ja. Kunst maken is niet leuk. Voor amateurs is het leuk. Maar en daar heb ik geen minachting voor. Maar ja, voor die vinden het leuk. Maar ik vind het maar niet leuk. Ik doe liever niks. Maar ik ben een uitsloper. Ik schilder me gek. Keramiek. Ja, het is wel min of meer een logische stap, maar het is zo ontstaan. Het is altijd bij mij zo. Ineens doe ik dat. En dan denk ik, oh jee. Ja. En dan. Het is niet waar je jarenlang over denkt. Ineens is het er. In het algemeen heb ik een voorkeur voor grote formaten, ja. Schilderij ook. Deze? Ik ga van de vorm uit. En daar reageer ik op. Die reactie is natuurlijk verschillend. Maar ik reageer op die vorm. Je weet ongeveer wat je gaat doen. Maar verder laat je veel van intuïtie afhangen. Draai, Bob. Maar ik denk niet dat ik veel aan toevoegen, want die twee vind ik genoeg eigenlijk. Ja? Oh ja. Die vind ik eigenlijk wel mooi, maar komt het over, denk je? Ja. Dit vaag uiteraard. Maar in ieder geval... Ja, die wat nu nog nat is, dat wordt wel echt blauw. Ja, en dat laat ik maar zo. Ja? Ja. En die achterkant blank. Ja. Is het de achterkant? Nou ja, voor mij nu wel, ja. Of voor jou. Ja, dan doe ik er iets erop. Er is erop. Ja. Nog meer draaien? Nee, zo. Ja, je bent niet in het midden nou, hè? Nee, maar dat... Eenvoud. Ik streef altijd, denk ik, naar eenvoud. Dat is eenvoudig als je het mag en is. Konijnen met appel en Petersen. Dat zijn allemaal die Cobra-mensen. Die zijn allemaal over de vloer geweest. Ik heb altijd wel weer van, wat gaan ze maken? Dit is een eigen manier van werken. Hij gebruikt alleen de kleur als decoratie. En niet als middel om de vaas te kleuren. Maar meestal zetten we hem vol in één kleur. Dit
moet niet dik, hè? Dat is echt alleen maar eroverheen wrijven. Ja. Maar zijn ze allemaal rood? Nee, er zijn er twee rood. Ja. Dat wilde je. Ja. En die anderen zijn gewoon wit? Die zijn ongeglaceerd nog. Dus dan kan ik met rood overheen? Ja, kan je ook met rood overheen. Nou, dan gaat hij. God zeggen de greep. Moet hij omhoog? Ja, dat is grappig. Wat ik mooi vind, dat is bakken en dat het zo die rossen die erop gesmeerd heb, die kleur, dat het zo erop ligt. Die materie vind ik zo mooi van het van de keramiek. Dit hoor. Draai. Volgende. Ja. Armando is natuurlijk een van de belangrijkste naoorlogse kunstenaars in Nederland. Hij is schilder, beeldhouwer, journalist, schrijver. Hij is een tijd bokser geweest, violist. Het grote publiek kent Armando van zijn schilderijen en beeldhouwkunst, maar uiteindelijk van tv via de serie Herenleed. Verdik hier! U sneuvel, dat moet u niet doen. U bent dood en dat is akelig. Jongens. In die zin is hij heel uniek en hij heeft ook een hele unieke schilderstijl ontwikkeld. Ik ben zo benieuwd wat jij ervan vindt. Mooi vorm. Ja. 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 Die grondkleur vind ik mooi. Dat maar die kleur erop is mij te kleurig. Mm-hmm. Hoe mooi ik het ook vind hoor, dat is geen probleem. Maar naar mijn smaak. Ik was eigenlijk wel heel nieuwsgierig hoeveel keramiek Armando zelf gezien had. Hoe hij tegen keramiek aankeek. Dus ik heb hem toen gevraagd om naar het museum te komen. Vind je het zo mooi? Vind je eenvoud? Ja. We hebben toen heel veel historische keramiek gezien. Grote vazen die hedendaagse kunstenaars momenteel in China maken. En toen hij dat zag, toen zag ik hem opleven. Toen zei hij, ja, dat wil ik ook. Ik dacht gewoon, ik ga die man helpen. Ik wil ook zien wat hij gaat maken. Wat is nou een beetje Armandesk? Wat is nou een Armandeske vorm? Ja, een soort oervorm. Heel dicht bij de klei, bij de modder, bij de steen. En grof, niet verfijnd, geen details. Een soort simpele hoofdvorm. Ja, zo. Zou ik het ook moeten omschrijven, ja. Wat is voor jou nou zo anders dan een mooie vaas of een schilderij? Wat is voor jou typisch voor keramiek? Nou, omdat het een beetje een gebruiksvoorwerp is en ook een siervoorwerp. En inderdaad, wat jij zegt, er straalt zo'n rust uit. En dat vind ik er zo mooi aan. Ronald, dit vind ik ook een mooie vorm. Ja. Nu in het geval met Armando vind ik het dus vooral interessant om te kijken hoe een oudere kunstenaar aan de slag gaat met een nieuwe techniek, met de keramiek. En dat dat dus ook heel inspirerend kan zijn, dat het leven niet saai is als je 80 bent. En dat je dus nieuwe uitdagingen aangaat.
ik heb eigenlijk voor de eerste keer dat ik dan met Armando nu iets doe. En ja, wat hij dan precies wil, dat is natuurlijk gewoon makkelijker als hij daar dan een tekening van zou hebben. Als hij precies gezegd had, zo groot, zo'n diameter, want dat kan je dan opmeten, dan kan je daar aan houden. Hij zei, verras me. Hij dampt. Ja, het vocht gaat eruit. Oké. Ik weet natuurlijk wel dat werk van hem. Dus ik heb wel het idee dat hij altijd met een soort van hele basic, oerachtige vormen werkte. Dus ik had toch wel het idee, zonder dat hij er zo uitgesproken over gesproken is, dat het die kant op zou moeten. En dat hij voornamelijk geïnteresseerd was in de huid en in het glazuur. Norman Trapman, die is dus ontwerper. En hij werkt ook incidenteel met kunstenaars om dingen te realiseren. Het is iemand die heel veel ervaring heeft in het draaien van grote potten. Ik denk dat hij ook een keramische diehard is. Een vakman en iemand die ook heel goed nadenkt. Met opletten, maar een beetje schommel is helemaal niet erg. Vooral omdat hij dus ook die vormen eigenlijk ook wou deformeren. En het gaat hem natuurlijk niet om een soort hele strakke, perfecte vorm. Je hebt natuurlijk allerlei soorten van samenwerken. En in dit geval is het natuurlijk toch een soort vorm van samenwerken waarbij hij het uiteindelijke beeld bepaalt. Door de glazuur en de kleur. Het worden toch Armando-dingen. Ik heb wel meegewerkt, maar niet in dit geval gelijkwaardig. Kan je hem iets lager doen? Ja, een laag. De tweede, geloof ik. Probeer eens. Heel zachtjes. Ja? Oh. Zacht, 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 zacht. Ja, dat is wel goed. Maar ik kan hem misschien toch een beetje ruw houden aan die bovenkant. Dat is misschien eigenlijk mooier. Want ik kan hem helemaal strak draaien, hoor. Maar misschien is dit er eigenlijk wel een mooi einde ervoor. Hij is mooi, elegant. Probeer even voorzichtig. Ik had misschien voor Armando eerst in gedachten dat zware, zeg maar. Zwaar beneden uitgezakte vorm. En deze is slanker, hoger. Kijk, dat zou ik ook wel toch wel met hem willen overleggen. Maak ik ze allemaal hetzelfde? Of zijn ze straks toch allemaal onderling anders? Ik denk dat het mooiste is eigenlijk, toch? Oké. Het museum was dicht vandaag omdat het maandag is. Geen bezoekers dus, wel schilders die het buitenwerk deden. Of zij de brand veroorzaakt hebben staat nog niet vast. Rond 2:30 sloegen de vlammen tientallen meters hoog uit het dak. Het Armando Museum werd 7 jaar geleden geopend. De vaste collectie, waaronder een 20-tal monumentale schilderijen en een beeld van Armando, moet als verloren worden beschouwd. Ja, dat zijn de diverse doeleinden van vuur. Dat kan vernietigend zijn en het kan opbouwend zijn. En vernieuwend zijn. Maar het kan ook, bijvoorbeeld toen het museum afbrandde, vernietigend zijn. Maar ik kan je één ding vertellen. Na die brand, schilderijen branden zeer goed. De kunstenaar blijft tamelijk rustig onder de verwoesting van zijn museum. Hoe bent u eronder? Ik zal het eens vragen. Ik weet het niet.
Maar het is natuurlijk een ramp. Wat betekent dit voor uw verzameling? Er is een flinke hap uit. Maar ja, als het verkocht wordt, is die ook weg. Maar dan leven ze nog. Ze zijn nog maar. Ik heb nooit een opleiding gehad. Ik ben nooit op de academie geweest. Maar je vindt altijd wel mensen die raad geven. Altijd. Het dunne is weggebrand. Een beetje... Nou, ik zit alleen te kijken. Hoe die is. Dit dik-dun is hier veel minder. Dit zit hier. De stofgang, hè? Ja, kruis. Ik wil niet meer in blauw. Ik wil alleen maar zwart of rood. Ja, in de Amstelveen. Jemmy. Kun je een beetje naar me toe? Of is, die is prima. Ja. Ik weet het precies wanneer iets lukt. Wanneer iets goed is. Dat weet ik precies. Maar ik kan het niet uitleggen waarom. En wat er zo goed aan is. Maar ik weet het precies. Want deze is toch heel anders dan die. Ja. Kan je nog een beetje omdraaien? En die ring? Doe die maar niet. Laat me die hier staan. Ja. Laat ze me niet fotograferen dan. Dus die moeten vernietigd worden? Ja. Ja? Ja. Okay. En ze hebben dat het niet zijn schuld is, maar het is mijn schuld. Ik vind dat ik mezelf, ik vind het niet zo mooi wat ik zelf opgemaakt heb. En de tweede. Dat vind ik ook mooi. Ik ben er zeer tevreden over het resultaat. Als het pakt. Ja. Als het pakt. Wat ik merk, dat is dat ik een voorkeur heb voor monochrome kleuren. Dus rood of blauw. Of zwart, maar niet rood en blauw en zwart. En of ik hou niet zo van bont. Anderen kunnen dat heel goed hebben en prachtig. En dat vind ik ook mooi, maar ik zal het zelf niet doen. Ik vind het mooi. Hier dat het mooiste schilderij. Ben jij mijn lieveling, ben je. Meer weet ik niet. Veel mooier dan het mooiste schilderij. Ben jij mijn lieveling, ben jij. Meneer, mag ik nou eindelijk eens werken aan het werk? Want ik zie maar mensen werken. Maar kan ik niet anders van die vast doen? Oh, is het zwart? Ja, dit is het zwart. Ik weet van niks en ze moeten het me allemaal voorkouwen. Maar als ze het voorgekoud hebben en ik begrijp het, want ik ben dom van nature, dan kan ik het. Maar kan je ook weer, als ik een kras doe, hè, kan je er met zwart overheen? Ja. Kan weer met zwart overheen. Ja? Maar blijft dan die kras doorheen schemeren? Nee, zwart, echt wel... zwart. Ja.
die potten laat ik naar mijn model wel, min of meer, laat ik maken. En dan beschilder ik ze. Dus ik ben eigenlijk een beschilder. Het keramiek beschilderen. En ik denk niet in keramiek. Er gaat om 5 uur gaat een private preview plaatsvinden voor een aantal gasten. Het is uiteindelijk de bedoeling om vroegtijdig gewoon een aantal verzamelaars kennis te laten nemen van deze collectie. Die uiteindelijk pas na 3 april volgend jaar vrij gaat komen. Want bedoel, wordt hij tentoongesteld in de Prinsessenhof. Maar mijn doelstelling als galerie gaat veel verder. Dit zijn uiteindelijk een van de eerste keramische tegeltjes naast de borden die uiteindelijk ontstaan zijn, vrij vroeg. De eerste dateren van 2004, deze dateert uit 2005. Moet je kijken waartoe dit geleid heeft. Ja, ik denk dat alle fasen weggaan, ja. Tenminste, als ik verzamelaar zou zijn, dan zou ik er nu bij zijn. Omdat het naar mijn mening een hele belangrijke stap is. En dat vind ik zo fantastisch. Op zo'n leeftijd zo'n stap maken. Het zou zonde zijn als dan daarna. Ja. We gaan ervoor staan. We gaan geen tweede keus. Nee. Wat daar doen. Ja. De grote vazen komen op 9.500 euro. De twee blauwe liggen op 7.500. En de middelmaat even uit mijn hoofd 6.400 euro. Oh ja, kijk, inkrassen, ja. Ja, hier kan je inkrassen. Ja. Aarzende lijn zijn, dus niet zo vlotte lijn zijn. Waarom schilder je? Waarom maak je keramiek? Waarom heb ik alles gedaan wat ik deed? Geen idee. Ja. Maar ik heb het gedaan. Ja, sure. En ik moest het doen. En verder heb ik geen idee waar het vandaan komt. Armando was een dwarslegger. En is nog altijd, denk ik, een dwarslegger. En je hebt dwarsleggers nodig om sporen te kunnen trekken. Vandaar dat hij dus wel degelijk aan de kar heeft geduwd om binnen zijn biotoop van zijn eigen omgeving. En dat was toen in Amersfoort. Dingen heeft meegemaakt die hem verder zijn leven hebben getraumatiseerd. En hij heeft daar altijd mee gevochten. Om dat dus uit te drukken en weg te werken en te sublimeren in zijn werk. Namelijk dat deportatiekamp in Amersfoort. Die dus diende om dus daar de mensen naar de verhassingskamers te voeren. Dat is hem dus hartschondig bijgebleven. En hij heeft dat altijd dus in zijn werk ergens toch wel vorm gegeven. Je hebt een mooie vorm van de vaas. Die mooie vorm heeft hij aangevallen met zijn verf en met zijn vingers. Want bij hem is ook een element van creativiteit zijn handen. De sensualiteit van het gevoel van die materie en de glazuren uiteraard die hij op die vaas heeft gebracht zijn dus een element van vernietiging. En dat heeft een responderend karakter, maar wat hij dus alles altijd heeft betracht, om het kwaad eigenlijk een mooie vorm te geven. Nee, toch niet. Rood, de rood liever, is ook een element van zijn hartstochtelijkheid waarmee hij die zaken heeft gemaakt. Vandaar dat dus wat hier staat eigenlijk wel uniek is. Het zijn allemaal elementen van gevoel die er vorm gekregen hebben. Hij heeft inderdaad aan de hand van die vazen de boom uit de natuur weggehaald. De vorm heeft hij dus veredeld
En hij heeft er dan een aanval op gericht vanuit zijn eigen gevoelsleven. En dat is volgens mij de essentie wat hier nu aanwezig is. Oké, okay, zie ik ze verschijnen. Dankjewel voor de informatie. Bye bye. Nee? Ja. Wat je ziet is dat zijn schriftuur, zijn schrijftaal met een materiaal is eigenlijk steeds hetzelfde. Het heeft iets zwaars. Het gaat over materie. Hij wil zoveel mogelijk de materie laten zijn. En dat zie je zowel in zijn bronzen, waarbij hij hele zware boomstammen bijvoorbeeld heeft gemaakt van brons. Maar je ziet het ook in zijn keramiek en ook de manier waarop hij glazuur hanteert. Hij wil het eigenlijk zo aanwezig mogelijk laten zijn. Die twee blauwe, die trek je uit elkaar. Dat is prachtig. Die eigenlijk vind ik die grote wel heel mooi staan, of niet? Dit is hem. Ja. Bos, een steeds terugkomend thema in zijn werk. Het bos, verwijzend naar Amersfoort, de plek waar hij opgroeide. Staat hij in het midden? Ja. Mooi, hè? De bomen die in dat bos stonden... staan, die ziet hij eigenlijk altijd als getuigen van wat er op een plek gebeurt. Bomen houden hun mond, maar ze zijn wel overal bij. En dat vindt Armando eigenlijk heel mooi om dat terug te laten komen in zijn werk. En toen ik met hem sprak over het maken van grote vazen... toen dacht ik, hé, die vazen, dat worden eigenlijk een soort bomen. Zou het niet mooi zijn als mensen door die fase dwalen, alsof ze door een bos lopen? Daarmee dus verwijzend naar de algemene thematiek van het werk van Armando. Maar aan de andere kant ook de fase op een hele andere manier aan het publiek presenteren. Of twee aan allebei de kanten. Een rode en een blauw. Klaar. Hij houdt van die puurheid, van die rauwheid. En daarom is hij ook zo geïnteresseerd in die glazuren. Maar af en toe ook in die beperking. Hè? Gewoon ook in die beperking van toon en kleur. Dat is voor hem... hij wil het gewoon hiermee zeggen. Veel mooier dan het mooiste schilderij ben jij. Mijn lieveling ben jij. Ik laat me altijd verrassen door het bakken. En dan vind ik het eerlijk gezegd nog mooier dan ik het al destijds maakte. Na het bakken vind ik het nog mooier. Omdat die materie zo mooi is. Die kleur ligt zo op. Ik heb weer nieuwe plannen van keramiek. Het kan nog dikker, heb ik begrepen. En dat wil ik ook experimenteren. Nu ben ik door het dolle heen. Ik zou het liefst morgen weer nieuwe keramiek maken.